Paniek op Ganymedes. Een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. Regie, Ad Leupler. Het is 2177 in de nog steeds christelijke jaartelling. Eindelijk is de mensheid uitgezwermd. Ruimteschepen, een vloot van kunstmatige manen zijn op weg naar de sterren. Het hele zonnestelsel wordt gebruikt. Mensen leven op de maan, op Mars. Venus wordt apart gehouden voor experimenten. Van de verder afgelegen planeten worden, behalve in het geval van Pluto, de manen bewoond. De kolonisatie gaat naar voorbeeld van Ganymedes, een van de grootste manen van Jupiter. Het groene Ganymedes, met zijn eindeloze grasvelden, zijn lage struiken, zijn afgevlakte bemoste heuvels. Ganymedes, waarvan wordt gezegd dat er meer tinten groen te vinden zijn dan in het oude Ierland. Ganymedes, waar de ongeveer 5 miljoen bewoners hun dagelijkse bezigheden verrichten onder het net van om deze Jupitermaan draaiende kunstsommen. Herhaling. Waarop werken onze kunstzonnekinderen? Kernfusie. Juist, op kernfusie. En welk belangrijk element wordt erbij gebruikt? Waterstof. Precies, waterstof. En waterstof schrijf je als H met een klein eentje linksboven en een klein eentje linksonder. Manja, hou daarmee op. Nou, je toch zo geestig bent, Manja, herhaal jij eens even hoe we het symbool van het element waterstof weergeven. Hoofdletter H, juf, met linksboven een klein 1 en linksonder een klein 1. Ja. David, let jij ook op. En nu de laatste herhaling. Onze kunstzonnen werken op kernfusie, het belangrijkste element aan deze waterstof. En wat houdt de gloeiende waterstof bij elkaar? Elektromagnetische velden. Wat zijn elektromagnetische velden, juf? Dat ben ik even vergeten. We gaan nu zingen. Het antidraagkrachtschild. Een antizwaartekrachtschild. Een draagschild, kind, kom je daar nou bij? Van een schildpad, zeker. Daarom kom je altijd zo laat op school. Manja, kom niet per pony, maar Manja, kom per schildpad. Hoe werkt zo'n antizwaartekrachtschild nou hier? Dat krijg je volgend jaar. We gaan nu zingen. Doe jij ook mee, David? Ons mooie lied, het eeuwig groene Ganymedes. Hey, hoe kan Ganymedes nou eeuwig groen zijn als we hier pas 150 jaar wonen? Eeuwig is toch veel lang, hè? Oh, dat is een groene. Daar is een lied voor, Manja. In een lied, net als in het leven, zijn wel eens meer dingen onlogisch. Nou, waar is mijn stemvork? Ik vergeet altijd waar ik mijn stemvork heb. Waarom gebruikt u de toongenerator niet? He, dat enge ding. Ik ben even vergeten hoe die werkt. Ach, daar is die. Ja, allemaal. Manja. De baby, juf. Nou, ik zing de eerste regel. Ons mooie groene Ganymedes. David, let op je. Nou, allemaal. Ja, jij ook, David. Ons mooie groene Ganymedes, waar het gras groeit aan en aan. Van de Delphes verliefdes tot de dal van schijnvulkaan. David, meezingen. Hoe zou je in de gaten? Het is het jaar 176 in de jaartelling die alle andere tellingen moet vervangen. 176 jaar na de ontdekking van het ringprincipe. De grote ommekeer. De biologische revolutie. Mensen sterven niet meer van ouderdom. Mensen worden elke 20 jaar vernieuwd. De cellen doorgespoeld, het lichaam verjongd. Iedere 20 jaar is een ring. De gevolgen van de toepassing der ringcyclus worden geregeld in de wet op de ring. Belangrijke onderdelen uit de wet zijn 1. Het toezicht op de ringinrichtingen waar de verjongingscabines staan opgesteld. 2. Beperkende voorwaarden ten aanzien van de mogelijkheden tot de als verbouwing bekendstaande celveranderingen.
Of de ingreep nu betreft het aanbrengen van gewenste, of het verwijderen van ongewenste eigenschappen in temperament, karakter of intelligentie, dan wel orgaanherregulatie in de ruimste zin van het woord. En 3. De bindende dwang tot verplaatsing voor een ieder die 2 ringen op een planeet, maan, asteroïde of anders dan door mensenhand vervaardigd ruimtelichaam heeft doorgebracht. Op de dwang tot verplaatsing is geen uitzondering mogelijk. Het is de wet, David. Als iemand hier 40 jaar geweest is, moet ze weg. Begrijp je dat, David? Ja, papa. Het is de wet op de ring, David. Ja, papa. Na 2 ringen is geen uitzondering mogelijk. Ook niet als je erg veel van iemand houdt. David, ik kijk naar je. Ook niet als je erg veel van iemand houdt. David, ze laten me voor gek staan. Ik zeg dat ik naar je kijk en je zegt nog niet mee. Er is geen uitzondering mogelijk. Kinderen, stop maar. Ze moet weg, David. David. Begrijp je dat? David. Ze moet weg. Ja, juf. Weet je eigenlijk wel welk liedje we zongen? Kom jij maar eens even voor de klas. Laat maar eens horen of je weet dat we zongen. Juf. Man, ja, ik heb nou geen tijd voor je vervelende vraag. Ik ben nu met David bezig. Ja, maar het gaat over David. David heeft zelf een mond. Als hij iets wil zeggen, kan hij dat doen. Ja, maar juf. David. Komt er nog wat van? David en ik wonen in dezelfde koepel. David, ik wacht op je. David denkt aan zijn moeder. Man, ja. David's moeder gaat weg. Ze is in de verjongingsinrichting voor de tweede ring hier. Nou mag ze niet langer op Ganymedes blijven. David's moeder? Oeh, ja, dat was ik even vergeten. Ik zou beter een kind in de eerste ring kunnen krijgen. Had ze niet weg hoeven, nou David pas zelf. Nou, niet zo wezen, is dat nog aan het. Het is toch zo? Het leven gaat wel eens anders dan je wilt. Mijn moeder vindt kinderen krijgen altijd leuk. Zal ze in de tweede ring ook wel zo blijven. Maar ze zou ons meenemen. Daar weet je niks van. Hoe rustig daar. Jullie zitten in een klas, niet in een vergaderzaal. Ja, we gaan verder met ons lied. En nu doe jij ook mee, hè, David? Zingen helpt, hè? Zingen verwarmt van binnen. Nee. Nou, samen met mij dan? Ons mooie groene Ganymedes. Groene Ganymedes is vergif. Oversterke drank zingen we toch niet, David? Groene Ganymedes is vergif. Mijn moeder zegt dat het haar van binnen verwarmt. Mijn vader toonde aan dat het vergif was. Hij heeft precies uitgevonden hoeveel alcohol er in groene Ganymedes zat. In zijn werkplaats. Mijn vader is natuurkundige. Zijn moeder is altijd dronken, joh. Daar weet jij niks van. Je woont niet eens in onze koepel. Gaan jullie iedereen weten? Oh, maar als je verjongd wordt... En ze kroop als een zatte hond onder de grond. Luister nou. Voor je verjongd wordt... Hartstikke bezorgen. Voor je de verjongingscabine van een ring ingaat, mag je zeggen of je iets verbouwd wil hebben. Als je nou een vervelende karaktertrek hebt of een nare neiging, een vorm van verslaving, ja, dan zijn ze heel makkelijk. Als je uiterlijk je niet bevalt, als je er ook eens een keer leuk en aantrekkelijk uit zou willen zien, dan hollen ze over je heen. Met hun grote voeten, hun afschuwelijke eeltvoeten. Het interesseert ze niet of je je lelijk voelt, ze behandelen je als een nummer. Alleen, als je verslaafd bent, dan vinden ze dat interessant. Dan hebben ze ineens alle begrip. Ik bedoel maar, David, als jouw moeder nou over een weekje klaar is, hè, voor jongen duurt toch niet meer dan een weekje, dat weet je toch? Als ze nou over een weekje thuis is, dan drinkt ze niet meer misschien, Nou, de wet op de ring is toch een zegen. Ja, maar juf, ze komt niet terug. Dat is het nou juist. Ze mag immers niet. David's moeder is toch al 2 ringen op Ganymedes. Oh ja, dat was ik even vergeten. Niet dringen. Mijne bijt hoor. Ik dring toch niet zo. Heb jullie zo'n haast om bij me weg te komen? Hé, hey, David. David, rij met mij. Ik zal hem op de rug toch! Ik zei dat ik hem krijgen zou! Zijn koepel is de andere kant op! Slaap zijn bek kapot! Mohammed moet altijd iemand pesten, dat weet je toch? Ik gooi hem voor zijn pony, ik laat hem distel vereten! Hij is sterker dan jij! Hé, je hoeft je pony niet te slaan! Help mij, gedaan. Als ik het zwaard van mijn vader had, ben je zo eng! Mijn vader heeft een echt samurai zwaard! Geef even een hand! Die zijn zo dik, ik kom er niet meer op! Het zwaard is nog van de aarde! Van Japanse ridders. Dronken, dronken, altijd dronken. De juf gaat gauw naar binnen, die trut. Ik rij wel met je mee. Ik kan niet harder rijden. Lisa krijgt een klein paardje, hè? Ja, veulen. Volgende week. Ik ben
ben zo benieuwd of het zwart zal zijn. Dat mannetje was zwart. De hengst. Mannetje heet een hengst. Ja. Het is net of het gras bukt als de wind eroverheen gaat. Groene Ganymedes ruikt naar gras. Het is niet van gras gemaakt, zeggen ze, maar toch ruikt het naar gras. Als het een gras gemaakt was, dan kon je die drinken. Maar ja, wat maakt dat nou uit als het toch vergif is? Van hieruit kun je onze koepel zien. Hey, zullen we even zitten? Lisa moet rusten. Ja. Kom. Je zei zitten, nou blijf je staan. Ik bekijk mijn schaduwen. Het zijn er zes. Van de dichtstbijzijnde kunstzonnen. Wat is het belangrijkste element bij ons op Ganymedes? Ik ben niet hier. Nee. Ik bedoel alleen... Jij zit, hè, en die ponies zijn zo dik. Jullie maken alleen maar vette vlekken. Maar mijn schaduwen, die lijken net zes spaken van een wiel. Alleen kan je dat wiel nooit draaien. Nee, we zouden al onze zonnen moeten rondvliegen. Zou je ook mooi tureleurs worden? Vindt die kunstzon al gevaarlijk genoeg? Het is allemaal vuur wat er boven je hoofd hangt. Gek, hè, als je maar één zon hebt. Zoals op aarde bedoel je? Ja, en op Mars, daar heb je ook één zon. Dus ook één schaduw, hè. Dat is vervelend. Mijn vader, ik vond het nooit erg als hij naar school liep in Tokio. Je let alleen op het verkeer, zegt hij. Het was vervelend en gevaarlijk. Mijn moeder ging in autobus. Mijn moeder heeft nooit auto's meegemaakt of verkeer. Ze is te jong. Dit is de vierde ring, ze is pas 80. 100? Nee, vier ringen. Elke keer 20 jaar voor je verjongd wordt. 4 keer 20 is 80, oh nee. Nee, je hoort de 20 jaar kindertijd op te tellen. Ja. Nou, mijn moeder werd in 2077 geboren. Ze heeft helemaal niet veel kinderen gehad in die 100 jaar. En op Ganymedes is alleen mij maar. Mijn moeder is 197. Dus ze werd in 1980 geboren. Hmm. Bij de autobus van mijn moeder, hè, daar spoot een rook achteruit. Zulke stralen, blauw en soms zwart. Hoe zou dat ruiken? Zo'n rook uit de autobus? Je kan ruik niet vertellen. Misschien is een pony die ineens natuurlijk winden laat. Of als die juf. Die juf heeft vieze. Mijn moeder laat nooit winden. Maar ze eet ontzettend veel. Ja, dan komt er de baby. Ze moet voor twee eten, anders komt er geen melk, heeft ze zelf gezegd. Nou, toen ze geen baby had, had ze ook als een gek. Toen was ze in verwachting. Ja, jouw moeder is altijd in verwachting. Nou en? Nou, mijn moeder niet. Maar misschien is ze nou bleef, hè. Is ze dan? Nou, ik weet niet. Zou het ook niet voor kleine dieren. Toen ik eens een keer vroeg of ik misschien een jong poesje mocht hebben. Toen zei ze ook. Een jong poesje, David? Oh, wat wil je nou? Voor poesjes moet je zorgen. Poesjes raak je niet kwijt. Dan zit je vast je hele leven. Oh, het leven duurt zo ontzettend lang, David. Het houdt nooit op. Het stopt gewoon niet meer. Poesjes stoppen ook niet. Poesjes krijgen weer poesjes. Steeds weer. Poesjes gaan wel door, maar dan zijn er weer volgende en volgende. En ze gooien alles, oh echt alles, alleen stuk. Ja. Stuk gooien ze alles. Ze springen zomaar tussen mijn flessen, gooien ze stuk. Dat is zonde, daar bewaar je het niet voor je flessen. Glazen gooien ze ook stuk. En als ik val wel eens David. Vind jij niet erg, hè? Nee, vind jij niet erg, hè? Je bent mijn eigen lieve jongen. Nou, dan val ik in de gebroken glas. En alle poesjes lopen door de scherven. En hoe weet ik dan of ze echt zijn of niet echt zijn? Dat is gevaarlijk, David, als je niet kunt zien wat echt of onecht poesje. Als het krioelt over de grond, als je benauwd wordt van de kattenhaar, als de kattenhaar jeuken in je neus en je weet tenslotte niet of het echt... David, sta daar niet zo. Kom bij me zitten op de bank. Ja? Ja, hier. Zo. Dicht tegen me aan. Ruik de groene Ganymedes eens. Ruikt het niet naar gras? Hoog, geheimzinnig gras. Je bent dronken. Niemand mag het weten. Iedereen weet het. Alleen als ik dronken ben, kan ik jouw verhalen vertellen. Over het wilde mannengras, weet je nog? De groen beschilderde mannen met hun rode ogen. Hoe ze al slangen op hun buik aanslopen.
zei wat tegen je. Wat denk je aan? Aan een verhaal dat mijn moeder vertelt. Vertelde ze je nog steeds verhaaltjes? Want mijn moeder leest alleen de kleintjes voor het boek. Mijn moeder leest alleen uit de hoofdvorm. Verzoen ze het zelf? Oh, wat goed, dat wist ik niet. Als ik het niet mag, hè? Vertelt ze altijd een stuk verder. Maar het verhaal is nog niet af. Hey. Zou ze niet mogen blijven om het af te vertellen? Nee, hè? Ik bedoel, het is geen reden genoeg, hè? Een onaf verhaal. Ik zei wat over onze koepel. Ik vind dat wij met z'n allen in een goede koepel wonen. Ik vind een groene koepel toch mooier dan een gouden. Maar een blauwe vind ik helemaal niks. Gek dat mensen vroeger in aparte huizen zaten. Ja. Er zijn nog een paar aparte huizen. Met gezinnen. Of met iemand alleen. Ik zou nooit alleen willen wonen. Nee. En ook niet in een gezin. Geef mij dan maar een koepel. Als in een gezin een moeder of een vader weggaat, dan komt er niemand voor in de plaats. Mijn moeder... Als je wil, mag je wel op onze jonge hondjes passen, zei mijn moeder. In onze koepel heb je meer moeders. Jij kunt gewoon kiezen. Je kunt naar zoveel moeders gaan. Nee. Mijn moeder zei dat ze aardig vond. Nee, jouw moeder is vet. Jouw moeder is nog vetter dan Lisa, die volgende week de vuilen krijgt. Ik moet jouw vette moeder niet, dat jullie rothondjes niet komen. Er komen steeds meer hondjes en iedereen breekt zijn nek erover. Mijn moeder kan wel over ze vallen, over die rothondjes van jullie. Jouw stinkende vetzakmoeder. Jouw moeder wil ik nooit. David! Jouw moeder is een dronken, verloren kruipstuk. Met mes en vork, als u mee. Geef ik aan de melkjes aan, hij kan er niet bij. Als u mee. Ik spuug jou toch ook niet in je gezicht. Dat Robert, voel jij het kleintje even. Ik ben nou met de baby bezig. Wat is er met jou, Manja? Jij bent zo stil. Ik heb ruzie met David. Nou, dan maak ik het weer goed. Ja. Weet je wat hij gezegd heeft? Wacht even. Voorzichtig met de poes, als u mee. Je weet toch dat ze jonkies krijgt. Ja, maar ze staat toch nog voor een paar kinderen. Het is nog wel even broeder. Zorg dan dat de deur dicht is. Zal ik je zeggen wat David zei? Ik wil het niet weten. Ruzie is niet goed. En David heeft het moeilijk. Nou, dat vind ik gewoon dat het helemaal niks uitmaakt, papa. Wat zeg je, David? Even dat ding van mijn hoofd halen. De schakelaars hier. Zeg, druk jij die knoppen in, die rode. Ja, en zet dat schoteltje weer recht, dat is heel erg belangrijk. Luister je nou? Ja, ik was alleen aan het werk. Ik vind dat het geen verschil maakt als iemand weg moet naar twee ringen. Waarmee? Nou, met doodgaan. Ja, ik begrijp dat je mama's vertrek erg moeilijk vindt, David. Ja, of iemand dan doodgaat of voor eeuwig weggaat, je ziet hem toch niet terug? Zou de doodgaan dan net zo goed niet kunnen afschaffen, het maakt toch niet uit. Niet voor de mensen die achterblijven, dat is zo. Maar het is belangrijker dat je kiezen kan. Vroeger had je geen keus, dan stierf je. Ja, dan moet je ook kunnen kiezen om te blijven, anders is het nog niet eerlijk. Nee, David, daarvoor hebben ze de derde wet gemaakt. Een rotwet. Het is een goede wet, de wet tot verplaatsing. Hij zorgt ervoor dat mensen niet altijd op dezelfde plek blijven zitten. Daardoor kunnen ook niet eeuwig dezelfde mensen de baas zijn. Stel je voor dat er nooit iets zou veranderen. Nu worden de mensen geprest tot blijvende verandering. De baas, wat is nou een baas? Is een president of een fabrieksdirecteur, ik denk dat ook niet. Het is ergens een moeder weggaat. Niemand is onmisbaar. Alleen leven is onvervangbaar. Een mens mag je nooit vernietigen of beschadigen. Je kunt hem nooit terugkrijgen. En als mama zich nou verbouwd heeft? Dat zou ze misschien doen, ja. Als ze dat zou willen, is het toegestaan bij de tweede wet. Dan zuip ze niet meer. Ja. De gewoonte om naar groene Ganymedes te grijpen is dan verwijderd of teruggereguleerd. Of anderszins gecompenseerd. Maar of ze niet opnieuw zal gaan drinken, hangt ook sterk van de omstandigheden af. Als ze wil weten of het werkt, dan moet ze het bij ons weer proberen. Wij zijn dezelfde omstandigheden, toch? En als ze dan niks meer drinkt, dan weten ze pas of het gelukt is, het verbouwen. Als ze dat nou uitlegt, hè? Heel goed uitlegt bedoel ik. Nou, zo goed als ze verhalen vertelt, dan laten ze er vast wel blijven. David. Nee, hè? David, ze komt niet. Ze is een nieuw leven begonnen. Dan moet je niet meteen je oude gaan opzoeken. Nee.
Ze komen toch wel gedag zeggen? David, we dachten... Ja, ik wilde gedag zeggen. Jullie hebben me beloofd dat ik een gedag mocht zeggen. Maar we dachten dat het misschien beter was... Nee, jullie hebben me beloofd. Je hebt het me beloofd. Het is beter om je haar te herinneren zoals ze hier was. Verjongd ziet iemand er toch anders uit. Ik wilde graag terugzien. Je hebt gezegd dat het mocht. Terugzien wordt algemeen afgeraden. Het mocht. Ja. Het kan worden toegestaan. Ik zal erover opbellen. We hebben het beloofd, dat is waar. Ik zal haar ook zeggen dat we het beloofd hebben. Het is een laatste verplichting, dat moet ze begrijpen. Ik zal heus opbellen, ik beloof het. Ik bel de ringinrichting en ik leg het wel uit. Mama. Nee. Mama, ik ben Kurisama. Uw contact Aarde Utrecht is daar. Uw contact Aarde Utrecht is daar. David, ik heb dit gesprek aangevraagd voor het werk waarmee ik bezig ben. De versterker die ik heb ontworpen. Het is de parapsychologische bibliotheek van de Universiteit van Utrecht. Ja, hallo. Ik ben klaar voor gesprek. Ik kan het dieptevisiescherm wat scherper. Moment, aan het beeld van weg. Wat is Utrecht nou? Mama gaat toch niet naar Utrecht, maar mama gaat toch naar Pluto? Ze is toch nog niet weg? Nee, David, dit gesprek had ik al aangevraagd. Ik zal straks opbellen naar de ringinrichting. Controleert u de kleur even? Ja. Wat zie ik nou? Goeie god, zijn gouden oorkwasten mode op aarde. Wat zegt u allemaal? Is dit bedoeld als een aanwijzing voor de computer? Nee, gaat u verder met de realisatie. Het is toch de Universiteit van Utrecht? Wat is Utrecht dan? Er is toch geen planeet die Utrecht heet? Papa, is het een asteroïde of een van de maantjes van Mars? Ik vergeet uw namen steeds bij planeetkunde en iedereen vindt de namen van Saturnus moeilijker. Nee, Utrecht is een stad op aarde. Mama gaat toch niet naar de aarde? Nee, ze gaat naar Pluto. Ik wil helemaal niet dat ze naar Pluto gaat. Ik wil dat ze hier blijft. Aarde Utrecht, uw aanvragen gaan nu middags van Sinokoepel. David, je moet nu weggaan. Ik moet werken. Dit is een heel belangrijk gesprek. Aarde Utrecht, klaar voor realisatie? En doe de deur dicht. Gaan nu middags van Sinokoepel, spreekt u maar. Ik herhaal, gaan nu middags van Sinokoepel, spreekt u maar. Altijd moet je werken. Tegen mama zeg je het ook eeuwig. Moeten wij naar de kamer. Ik heb niks te doen. Niks om te spelen. Alleen maar trut speelgoed. Met mama kun je lachen. Maar hij zou er zomaar laten gaan. Hij zou er niet eens laten terugkomen. Pas toen ik hem op het idee bracht. Dat deed niks. Rotstoel. Rottafel. Rotmuur. Rotkast. Alles is rot hier. Het speelgoed is alleen maar trut speelgoed. Jij geeft alleen maar stinkspeelgoed met je stomme telefoongesprek en je stomme Utrecht. Zwaard mag je ook nooit spelen. Wat heb je nou een samurai zwaard als het alleen maar naast de deur hangt? Zwaard is toch niet om naar te kijken? Ik kon het wel gebruiken. Dan was ik met mijn moeder op reis. Een grote karavaan waren we dan. En we reisden door het gras met allemaal ponies en wagens. Ja, trokken we door gevaarlijk gebied. Ik zat naast mama met het samurai zwaard in de hand. David! Nou rijden we door het wilde mannen gras. Ja, het is gevaarlijk gebied, mama. Ze zijn groen beschilderd. Ze hebben rode ogen. Oh, en dan zwaai je met me zwaard. Verder zitten, David. Zeg tegen me aan. Dan val ik niet. Ik moet mijn arm vrij hebben, mama. Ik moet hun koppen kunnen afslaan. Oh, David. Oh, ze hebben groene katten met z'n hoofd. Ik noem jou dus een aanvalskreet. Ik sloeg ze allemaal neer. Ik sloeg ze allemaal tegelijk neer. Soms vlogen er twee hoofden tegelijk door de lucht. Daar! Oh, wil je mij door midden steken? Met een speer door. En dan ligt hij door midden. Pak aan! Afslaan, David! Als ze van achteraan vallen, mama, dan moet je ze met een flessen van opslaan, mama. Wat moet jij hier? Ik was aan het spelen. Mag je met het zwaard spelen? Of wel als ik mijn moeder verdedig? Ik zou het wel ophangen. Ja. Voordat je vader het ziet. Hij is aan het opbellen. Mijn moeder zei dat ik het goed moest maken. Die baby van jullie, die jankt weer zo. Ja. Dat houdt ook nooit op, hè? Jij zou Floris niet horen als jouw moeder niet geklaagd had dat ze nu niet tegenkomt. Hij lag naast haar kamer. Daarom heeft mijn moeder zijn lichtje ergens anders gezet. Ja, naast de werkplaats van mijn vader. En die heeft een heel belangrijk telefoongesprek op het ogenblik. Met de ringenrichting over mijn moeder. Als die gestoord wordt, dat gehuil. Hij heeft zelf een mond. Als hij wil, kan hij wat verzeggen. Nou, jij bent net een juf. Straks stink je ook nog zo. Jij bent net zo'n trut als Mohammed. Oh ja? Kom je om het goed te maken? Mijn moeder vond dat ik het goed moest maken. Voor mij niet. Nou, dan niet. Ik maak geen ruzie. Nee, jij bent het lievertje weer. Als jij dat wil, kunnen we wel samen naar school rijden. Nou, ook goed. Ga ik alleen. Nee, ik doe het wel. Ik heb toch geen zin om hard te rijden.
krijgen we film. Ja. De paard zit weer in de film. Hé, hey, juf, ik wil niet op de TV zien. Doe, die heeft altijd met de stoel. Nou, maar die moet zitten. Ga zitten, maar ik wil. Ik wil hier zitten. Hé, ik wil hier zitten. Hé, je hebt niet goed nodig. Houd je mijn plaatsje vast? Ja, vooruit. En Mohammed, jij kunt achter David gaan zitten. Hè? Zo groot is hij niet. Oh, ik wil niet meer hier zitten. Ik wacht tot het stil is. Vanmiddag krijgen jullie geen geschiedenisles. Vanmiddag krijgen jullie een film. Een geschiedenisfilm. Ik heb deze film gekozen naar aanleiding van iets waar we het vanmorgen over hadden. Dat weten jullie nog wel. De wet op de ring. Tegenwoordig vinden we het allemaal vanzelfsprekend dat we weer jong kunnen worden als we dat willen. Juf, ja, ik moet naar de wc. Ja, ga dan maar, Manja. Ik zit daar. Juf, hebt u er ook? Ja, ik heb het gezien. Maar het is niet zo vanzelfsprekend dat we allemaal gebruik mogen maken van de biologische revolutie. Daar is heel lang over gepraat. En de laatste vergadering, waarin alle afgevaardigden van de oude aarde bij elkaar kwamen, werd in Peking gehouden nu 160 jaar geleden, in 2017. Kijk jij maar goed naar de film, Mohammed. Dan ben je misschien wel blij dat jouw moeder de kans weer krijgt weer jong te worden. En vind je het misschien minder erg dat ze weggaat. Nee! Nee, mijn moeder blijft. Nee, juf, hij was het niet. Manja, dacht ik jij naar de wc was? Het was Davids moeder. Oh, dat was ik even vergeten. Nou, let op het hek, juf. Wat was er dan met jou, Mohammed? Oh ja, jouw vader wilde verbouwd worden omdat hij te veel dronk. Nee. Mohammeds vader mag helemaal geen alcohol. Ben je nou nog niet op de wc? Ja, Davids moeder is altijd Lazarus, juf. Davids moeder. Ik begrijp niet wat je die woorden vandaan haalt. Krijg je wel niet. Kom maar op, dan kan je de pak op je zoon weer te krijgen. Ja, stil daar, hè, jullie. Alsjeblieft. De cassette zit erin. De wet op de ring. Een documentaire van het IOP, de Interplanetaire Onderwijsprogrammadienst. Deze indrukwekkende ruimte is de vergaderzaal waar de vaak heftige discussies werden gevoerd. Zoals jullie zien, hebben alle afgevaardigde bordjes voor zich? Ja, die is maar jou. Ik trap je wel eens toe, jongens. De mensen zelf, zoals jullie misschien zouden denken. Het waren de namen van de landen. Want de aarde was in die tijd nog verdeeld in kleinere stukjes, zogenaamde zelfstandige staten. De onoverzichtelijke familieverhoudingen die kunnen ontstaan, meneer de voorzitter. Dit was een tegenstemmer, jongens. Zijn onder andere reden voor ons, minderheidsfractie van de Nederlandse delegatie, om niet alleen tegen de invoering van het ringprincipe te stemmen, maar zelfs te pleiten voor een algeheel verbod. Een overgrootmoeder, meneer de voorzitter, zou wel met haar eigen achterkleinzoon kunnen trouwen. Ik geef het woord aan de heer Oerie, voorzitter van de Internationale Biologische Commissie. Moet je niet een slokje daar? Meneer Oerie, wat is uw antwoord? Ik weet niet, meneer de voorzitter, of iedereen zo graag zijn overgrootmoeder zou trouwen, maar laten we nu eens de vriendin van de overgrootmoeder. Meneer de voorzitter, ik wil graag een voorbeeld geven. Meneer Oerie? Toegestaan. David, een drupje groene granuleden, hè? Als wij ons in Nederland eens zouden voorstellen, meneer Oei, dat uw verderfelijke ringprincipe al eeuwen was ingevoerd, dan zou het kunnen gebeuren dat onze koningin Beatrix, indien zij niet geëut was, zou kunnen trouwen met Willem van Oranje, de stichter van ons koningshuis. Een vraag. Je krijgt toch altijd slokjes van je dronken moeder. In welke tijd leefde die Willem van Oranje? Eind 16. Wie zal die drank dan missen nou ze weg moet, hè? En uw huidige koningin leeft nu. 2016. Wel, dat is een afstand van 4 eeuwen. Dan is inderdaad de familierelatie zo ver af dat ik mij geen enkel bezwaar tegen een gelukkig huwelijk kan voorstellen. Ik geloof ook dat dat het probleem is. U vergeet de complicaties in zaken de erfopvolging. Hey, juf. Het woord is aan de heer Oei. Juf, daar is Mohammed op mijn plaatsje gezien. U zou erop letten. Ja, nou, hij moet er af, juf. Ja, dat was ik niet vergeten. Ga eraf, Mohammed. Mohammed, ga eraf. Ja, ik wil niet. Ja, ga eraf. Nou, goed, ik wil toch niet achter het kind van een dronken tor zitten. Oh.
Hij gaat die stoel. Je fout is anders, baas. Zeg, godsvriend, houd je aan. Mijn vader is altijd laag. Ja, en mijn moeder gaat uit, we gaan niet mee, dus weg. Zeg dat maar. Ook laat me nou. Mijn moeder gaat uit, want ik zeg maar. Je moeder. Je moeder gaat nooit meer gaan mee. Je moeder uitgang is gespreid. Dit is mijn ruimteschip, David. Waarmee ik naar Pluto vlieg. Klein, hè? Nou, waarom zeg je niets, David? Je wilde me nog eens zien en nou zeg je niks tegen me. Je ziet er zo gek uit. Nou, dat is ook niet erg aardig. Je neus is wit. Dun, dat is altijd dikker. En rood. Pietje bukkelig. Dat kwam door de groene Ganymedes. Maar daar is ze echt vanaf, is het niet? Ik ben juist blij dat mijn rimpels weg zijn. Ik vond die zakjes onder je ogen juist zo leuk. Dat deed je zo gek mee als je vertelde. Dat kan nou niet meer. Het is leuk geweest. Het is leuk geweest. Dat zijn officiële woorden uit het boekje. Jullie zeggen alleen wat je hoort te zeggen. We hebben alles al tegen elkaar gezegd. Te veel. Moet jij nou tussen de kunstzonden doorvliegen? Er vliegen duizenden schepen per dag tussendoor. Ja, wat blijft gevaarlijk. Ze werken op kernfusie en ze worden door schilden bij elkaar gehouden. David. Nou, als zo'n schild breekt, dan ontploft die kunstzon. En wat is er iets gebeurd als jij er langs vliegt? Bel ze nu op, dan kan het nog. Dan zeg je dat je het veel te gevaarlijk vindt. Ze kunnen je toch niet dwingen om door het vuur te gaan? Als je die onwezenlijke voorstelling van zaken op school hebt geleerd, wordt het toch eens tijd om met de juffrouw te praten. Oh, jij er buiten, in godsnaam. Zeg, David, pak eens een plukje gras. Ja? Nou goed knijpen. Ruik je? Telkens als je dat opsnuift, herinner je je moeder weer. Zoals ze was, als ze vertelde. Je hebt dat verhaal nog niet afgemaakt. Je moet het nou verder zelf verzinnen. Leer maar soms in je fantasie te leven. Dat helpt. Eén vraag. Heb je je verbouwd? Het gaat jou nou niet meer aan, is het wel? David. Ik ga. Ik moet nu instappen. Mama. David, kijk me nog eens een keer aan. Nee. Ah, jij ruikt liever aan het gras. Dag, David. Ik zeg, dag, David. Ze is weg. We moeten terug naar de koepel. Dit was het eerste deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Fecia Rone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Wijnands. Eileen door Corrie van der Linde. Manja was Gerry Mantel. Mohamed, Donald de Marcas. Davids moeder werd gespeeld door Elisabeth Versluis. De schooljuffrouw door Willy Bril. Een afgevaardigde was Huip Orizant. Oei, Hans Kersenbraag. De voorzitter, Frans Somers, en telefoniste Irene Poorter. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden. Technische realisatie Jan Bosboom, Beer Gechtenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie Ad Leupler. Paniek op Ganymedes. Een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. Regie, Ad Leupler. Ganymedes, 2177. 176 jaar na de ontdekking van het ringprincipe, de biologische revolutie. De mensheid die nu het gehele zonnestelsel bewoont, die ruimteschepen uitzendt naar de sterren,
heeft een methode ontwikkeld om het verouderingsproces te keren. Om de 20 jaar, en elke 20 jaar is een ring, worden de mensen in ringinrichtingen verjongd. Om zowel overbevolking als maatschappelijke verstarring te voorkomen, is het ringgebruik aan strenge wetten onderworpen. De derde hoofdwet is die op de gedwongen verplaatsing. Vanaf een kindertijd van 20 jaar mogen mensen niet langer dan 2 ringen op 1 planeet of maan blijven. In het eerste deel werd de jonge David het slachtoffer van deze wet. Zijn moeder werd verjongd naar 2 ringen op het groene, grasbedekte Ganymedes te hebben doorgebracht. Daarmee was haar tijd op deze Jupitermaan om. Ze moest weg. Ondanks Davids poging om het noodlot te keren, maakte hij tenslotte het onvermijdelijke mee. Vanaf het grasveld voor hun koepel vertrok zijn moeder in een klein ruimteschip. Samen met zijn vader Yukio loopt David terug. Hou het bosje gras maar goed vast. Het helpt niet. Waarom niet? Als ik eraan ruik, dan kan ik mama's verhaal toch niet verder verzinnen. Dan denk ik alleen aan haar. Ik heb dat verhaal nooit gehoord. Het is heel lang. Kun je het niet navertellen? Het is ons verhaal. Mama vertelt het alleen aan mij en aan niemand anders. Ik ga dat niet verraden, ook al is ze weg. Ik zou het misschien af kunnen maken. Maar jij kan het toch niet vertellen. Dat doe je nooit. Ik kan het proberen. Dan wordt het niet spannend. Misschien niet. Ook niet leuk. Dan moet ik altijd zo lachen. Ik kan over mijn werk vertellen. Ik kan je geloof ik wel uitleggen wat het basisprincipe is waar ik bij mijn versterker van uitga. Als het een keer lukt, kun je kijken. Al dat eindeloos opnieuw proberen van een serie proeven is natuurlijk minder interessant. Het is geen gewone versterker. Ik vergroot een kracht die in de mens zelf aanwezig is. Een soort overbrengkracht. Die vormt de basis voor een verschijnsel dat in oude handboeken al bekend staat als telekinese of teleportatie. Papa, wil je me dragen? David, je bent geen kleuter. Nou ja, goed dan. Op mijn rug? Ik wil niks doen, ook niet vasthouden. Jij moet me oppakken, moet me dragen. Nou, kom. Kom, in mijn armen. Zo. Zo. Je kunt je gerust laten hangen. Ik kan niemand zien. Doe je ogen maar dicht. Druk het gras tegen je neus. Vind je niet dat het toch aangenaam ruikt? Ik wil slapen. Ik wil niks meer weten. Nou moet ik je even neerzetten. De deuren gaan vanzelf open. Het gaat niet om de deuren. Jij bent te zwaar. Je bent 11, geen 5 meer. Ga je mee naar binnen? Als er iemand aankomt, ik wil niemand zien. Dan verschuil je je achter me. Dat lukt nog wel. Druk aan. Met een lief jongetje, hij lacht al tegen me. Ik begrijp niet hoe je het uithoudt, meneer Pellet, en als jouw werkkamer te krijsen. Baby's huilen nou eenmaal van tijd tot tijd. Maar hij altijd op tijd? Je overdrijft. Ja, jij moet je proeven daarnaast doen. Ik heb er geen moeite mee. Stink naar vieze lui, ze is nu een meld van Aileen. Ik maak het onlastig voor je. Begrijp niet om die druk niet tegen dat niks tegen doet. Ze komt eraan, je kan het wel vragen. Nee. Yukio, is het achter de rug? Was het moeilijk? Ja, ze is vertrokken. Hoe is David eronder? Daar is hij. Achter me, hij heeft dit verstopt. Je zou niks zeggen. Dat geldt toch niet voor Aileen? Voor iedereen, waar zeker? En leg hem maar lekker in bed. We hebben jouw raad niet nodig, Trut. We kunnen het beste alleen af. Zorg jij maar liever voor de krijgste kind van je. David. Laat hem, Yukio. Het is geen manier. Hij is overstuurd. Is dat de reden om zo'n onvrede op jou af te reageren? Yukio, overdrijf niet zo. Je weet wat hij voelt. Zit niet aan mijn vader te friemelen? Ik moet naar de Floris. Wat je al eerder moeten doen. Ik zie je straks. Nee, je mag niet met dikke mensen op mij blijven. Ga maar mee. Je zou me dragen. Oké. Op dan maar weer. Jij gaat niet van me weg, hè? We blijven gewoon bij elkaar. In mijn natuurkunde, dan kan ik je altijd helpen. Pas op, anders stoot je je hoofd. Wat? Kijk uit voor de deur van je kamer. Ik had mijn ogen lekker dicht. Jij moet me op mijn bed leggen. Je hoeft je niet uit te kleden. Ga zo maar slapen. Niet weg van me. Nee. Zal ik vertellen? Ik kan wel iets voorlezen. Een verhaaltje waar gras in voorkomt. Ja. Ik weet wel een voorleesboek, maar of daar nou een grasverhaal in staat... Dat hoeft ook geen verhaal te zijn. Het hindert niet als het maar over gras gaat.
Dan ruik ik lekker aan gras. Ik kan je uit de flora voorlezen. Gaat het over gras? Ja, het geeft een kort algemeen inleidingtje waarin een aantal opvallende kenmerken worden opgesomd die voor de determinatie van belang zijn. Ik bedoel, waardoor je gras gemakkelijk kan herkennen. Ja, fijn over het gras. Kom je gezellig op bed zitten. Grassen, graminee. Kruiden of bij uitzondering min of meer houtige planten. Stengel, halm, meestal rolrond. Knopig, met meestal holle leden en massieve knopen. Bladen, meestal lang en smal lintvormig. Afwisselend, vrijwel steeds zittend. Ik luister naar hem. Meestal gesloten scheden en op de grens van schijf en schede een vliezig tongetje. Bloemen, meestal tweeslachtig. In aardjes die tot aren, trossen of pluimen zijn verenigd. Aardjes bestaande uit een spil waar langs één of meer bloemen tussen meestal dicht op elkaar liggende blaadjes de kafjes geplaatst zijn. Ja, mijn natte moppie. Oh, klein geel koffieboontje. Ben je zo boos op die pijn? Hoe weet je dat Floris pijn heeft, mama? Oh, kijk maar in zijn mond, man. Ja, zijn pijntjes komen door. Oh, ik vind het maar moeilijk te zien. Bij alle kinderen die je hebt gekregen, keek je natuurlijk altijd eerst in de mond. Nee, ik merk het als ik hem de borst geef. Zijn tandvlees is hard en er prikken kleine scherpe puntjes door. Dan voelt het niet lekker meer. Is het dan lekker als een baby zelf? Ja, we vinden het allebei leuk. Huh? Dat zul je nog wel ondervinden, manja. Vind jij kinderen ook nog leuk als ze huilen? Oh, dat heeft niks met kinderen alleen te maken. Verdrietige mensen geven je nooit een plezierig gevoel, of het nou baby's zijn of grote. Het blijft naar als je ze niet kan helpen. Ja, ik heb het ook over jou. Het voelt lekker als mensen pret hebben, als ze lachen en eten en grijnzen. Ja, maar de pijn van Floris gaat toch over? Ik heb iets om op zijn tandvlees te smeren, maar dat helpt zo kort. Oh, kom eens stil. Ik weet niet of ik later zoveel kinderen neem als jij. Je moet doen wat je prettig vindt in je leven. Passend bij jezelf. Toen ik heel jong was aan het eind van de 20e eeuw, vonden mensen kroeshaar lelijk. Een heleboel fabrieken maakten middeltjes en flesjes haarontkrullers. Ik deed ook mee. Tot op een dag. Ik had net een flesje gekocht. Ik dacht ineens, maar krulhaar past bij me. Ik wil mijn kroes houden. Ik heb het spul nooit meer gebruikt. Maar het flesje bewaar ik nog steeds. Nou, ik zou het maar weggooien. Die rommel is nou toch opgedroogd. Oh, maar daarom hou ik het niet bij me. Ik sleep het met me mee als een soort teken. Het helpt me als ik niet meer weet wat ik doe. En daarom ben ik ook niet slank meer. Ik had een heleboel dingen niet die ik wel lekker vond, alleen maar om dun te blijven. Toen keek ik op een dag naar het flesje en niet naar de spiegel en zei, Aileen, je bent een idioot. Dik zijn past bij je. Nou, maar jij bent wel erg dik. Nou en of. Dat vinden mijn mannen ook. David schelt je er dan uit. Hij zegt dat jij nog vetter bent dan mijn pony Lisa. Terwijl die over een paar dagen de veulen krijgt. Ik ben ongerust over David. Hij is zo verdrietig. Ik zou hem zo graag eens lekker verwennen. Fort jullie harder. Mama, sla je de paarden met je fles, mama. Ik moet de wilde mannen hun koppen pakken. Mijn zwaard houdt het niet bij. Het is leuk geweest. We moeten harder rijden. De huifkast is erg geladen. Mama, mama, die vetzaks in onze kar. Aileen, is te zwaar, daarom komen we niet vooruit. Daar! Ik heb eraf gedaan, mama. Zag je dat? Zag je die vette trut vallen? Rook je de zure babymelk? Laat ze haar niet meer opvreten, hè? Jij blijft gewoon bij me, mama. Je moet het nu verder zelf verzinnen. Ik verstoot het goed, mama, om mijn ding eraf te gooien. Of zal ik er een mootje zakken? Dan eten de wilde mannen er gemakkelijker op. Dag, David. Ik zeg, dag, David. Ik sta in het gras. Ik wil niet in het gras. Dag, David. Ik zeg, dag, David. Mama? Je huifkar vliegt de lucht in. Dit is mijn ruimteschip, David. Waarmee ik naar Pluto vlieg. Sta niet zo te wijven. Stik je hand uit. Trek me omhoog. Je mag me niet bij de wilde man achterlaten.
Ik wil niet opgevreten worden. Eten, David. Eten. Kom je mee naar de eetzaal? Hé, de tafel is al gedekt. Ik wil niet. Je moet iets eten, David. Ik wil geen gras. We eten toch geen gras? Er is marsmos, hoorde ik net. Sla van marsmos, waar je zo van houdt, met patat. Marsmos? Geen gras. Het is avond. Je hebt een paar uur geslapen. Ik droom zo naar. Het is heel gezellig in de eetzaal. Ik geloof dat de hele koepel vanavond aan tafel zit. Dan vergeet je je droom wel. Kom, doe je schoenen aan. Die had ik uitgetrokken. Ze heeft me op die pony. Maar die had er niet veel zin in natuurlijk. Daar kreeg ik weer last van die bruine bonen. Ik probeerde het tegen te houden, maar er hielp geen lieve moedertje aan. Er stond een goede mens naast mij in het gras. Ik liep me een wind. Een wind als een kanonschot. Ik had niet de tijd me ervoor te schamen, want daar sloeg me die verrekte pony op hol. Van schrik natuurlijk. Wat is er? Eigenlijk een vraagje voor aan tafel. Oh, rustig. Trek die kop nog eens. Hij is echt gek, vind je een jockey ook. Hey, David, kan ik het laatste marsmos in handen? Ja. Hoe voel je je nou, David? Ben je niet blij dat je aan tafel bent gekomen? Lekker naast jou. Ja, Robert. Dat Floris is, dan geef ik hem meteen de borst. Nee, nee, ik mag het aanpakken. Ga weg, ga weg. Ik mag het aanpakken. Nou, niet vechten, jongens, niet vechten. Kom maar. Kom, kom hier eens. Ah, kom maar, kijk. Kom. Oh, stil, stil, stil. Wie heeft trek, Marlie? Met dat maaltje die wordt mooi opgediend. Ja, ik weet het, Boris, als een vrouw maar dik is. Wat klaag jij nou? Verwaarloos ik je soms? Nee, dat moet je ook niet maken. Het is goed om in een koepel te leven, David. Dan leg je vanzelf een heleboel relaties. Jij gaat niet weg. Jij blijft bij me. Ik blijf nog een hele volgende ring op Ganymedes. Dus na deze nog eens 20 jaar. Dan ben jij 34. Ik weet niet of je me daarna nog wil zien. Jij trekt er met heel andere mensen op. Dat is juist zo goed van het leven in een koepel. Je bent niet op een enkel iemand aangewezen. Je hebt een heleboel vrienden om je heen. En ieder heeft zijn eigen manier om een ander bij te staan als dat nodig is. Au! Wat is er? Oh, Floris bijt. En Jimmy geeft me ongelijk. Floris! Zijn tandjes komen door. Daarom helpt hij wel. Je hebt toch één stuk? Huilen is voor een baby de enige manier om te vertellen dat hij zich naar voelt, David. Ik huil toch volgens mij niet zoveel? Nee, niet zoveel. En ik heb allemaal ook nooit gebeten. Nee, dat kon ook niet. Waarom niet? Je moeder gaf geen borstvoeding, dat wilde ze niet. Nee? Je me ze vond me toch verlaagd. Het was meer een karaktertrek, speciaal van haar. Het stond er tegen om haar kind zelf te voeden. Oh. Nee, ik stond er niet tegen, dat mag je niet zeggen. Nee, David, het ging om het voeden. Ze voelde zich... ja, heel erg aardig. Gedegradeerd. Ze had er absoluut een weerzin tegen. Een uiterst irrationele afwijzing. Als iemand er een opmerking over maakte, riep ze... ik weiger mee te werken in dat productieproces. Ik ben geen melkvrouw. Ik vind de young baby een rotkind. Jij bent veel te dik. Vies dik. Jij geeft veel te veel melk. Ik hoop dat de kring erin verdrinkt. Mijn moeder deed van het al niet zo gek. Mijn moeder was verstandiger. Mijn moeder stond niet de zurenmel. Mijn moeder... Wat een scène, zeg. Hou zijn hoofd boven de bak, Jukio. Laat maar gaan, David. Er komt niks meer uit. Ik moet nog steeds. Hier, drink dit maar op. Ik geef het toch weer over. Nee, David, hier ga je gaan slapen. Kom dan naar. Ik wil het mama weer in. Ik moet mijn moeder terugbrengen. Naast de zegeningen van de ring, die geen onsterfelijkheid, maar een schijnbaar eeuwig uitstel van sterven betekent, en waarvan het gebruik in het algemeen belang door de drie hoofdwetten op de ring wordt geregeld, naast deze ring en naast de verontginningen van nieuwe werelden zo belangrijke kunstzonnen, mogen we de derde hoeksteen van onze huidige beschaving niet vergeten. De vector. De directe verbinding van uiterst kleine computers, miniatuur, natuurgeheugens met de hersens van de mens. Een verbinding die bovendien zo simpel aan te brengen is. Wanneer men dectoren gebruikt,
draagt men de 2 centimeter brede metalen dektorband om het hoofd. In verticale gleufjes in deze band worden de dobbelsteengrote dektoren geschoven. Elke dektor bevat alle kennis omtrent 1 bepaald gebied. Dat kan een oude aardse taal zijn als Frans, Chinees of Swahili, maar ook de verschillende stelsels van hogere wiskunde of een volledige Timmermanscursus. De dektor heeft de mens teruggebracht tot zijn grondvorm. Een ongespecialiseerd wezen met een brede, ongerichte intelligentie. Want de dektor maakt belangstelling verengende specialisatie overbodig. Het aanleren van onnutte routinehandelingen, als bijvoorbeeld het besturen van vliegtuigen, motorvoertuigen en ruimteschepen, is uit de tijd. Naast het stuur hangt een dektorband met een dektor die alle kennis bevat. Iemand die een interplanetaire reis wil maken, hoeft de band van het betreffende ruimteschip maar op te zetten om te kunnen vertrekken. Ook het probleem van de tijdrovende specialisatie van geleerden is nu opgelost. Men kan de noodzakelijke gegevens, wat in de praktijk neerkomt op hele vakgebieden, in dobbelsteenvorm aan de dektorband schuiven en kalm en van resultaat verzekerd aan het werk gaan. Wel gloeiende. Verdomme, waarom werkt dat testing niet? Is het jou geschreven? Oh, David, ik hoorde je niet binnenkomen. Druk die rode knop eens in, dan is alles uitgeschakeld. Ja, je scheelt anders nooit zo. Dit is om gek te worden. Alle berekeningen... Zeg, voel je je goed? Niet meer misselijk? Nee. Goed geslapen? Ja. Ik begrijp het niet. De berekeningen kloppen. Ik heb ze gecontroleerd en nog eens gecontroleerd en opnieuw nagelopen. Wat zijn die draden voor die er van je hoofd hangen? Aan een dektorband horen toch geen draden? Ik ben verbonden met mijn versterker. Dat is het principe juist. Ik heb je toch uitgelegd waar het om gaat? Nee, je had alleen beloofd om het een keer te doen. Maar ik had je wel gezegd dat ik een onbekende kracht van de mens zelf aan het onderzoeken was. Het vermogen tot telekinese. Oh ja. Telekinese is iets waar mensen al heel lang van geloven dat het bestaat. Het gaat erom dat je door concentratie, zeg voor het gemak door denken, kracht uitoefent op een voorwerp. Je kijkt, je concentreert je. En dan gaat het bewegen. Er zijn rapporten bekend van de vroegste tijden, maar die waren altijd vaag en onbetrouwbaar. En je mag zo'n ding niet vasthouden of een duwtje geven om het op gang te brengen? Nee, de beïnvloeding moet van een afstand gebeuren. Kijk, ik probeer het schoteltje op het tafeltje rechts naar de tafel aan het andere eind van de werkplaats links te denken. Ja? Hoewel, denken is toch niet een term die het proces dekt. Het richten van hersenenergie zou je het beter kunnen noemen. Het probleem was, die energie is bij mensen zo gering dat ze vrijwel niet te meten valt. Zonder versterker verschuift er nog geen speld als ik het probeer. Mm-hmm. Pas toen ik erin slaagde om metingen te verrichten, werd het me mogelijk een theorie over de aard van die telekinetische energie te vormen. Stop dat nou niet! Zie je wel dat het je stoort? Nee, het valt heus wel mee. Waar was ik gebleven? Je probeerde denkstroom te meten om er een theorie over uit te vinden. Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Kijk, toen ik eenmaal een globaal idee had waaruit die telekinetische energie zou kunnen bestaan, was het in principe ook mogelijk geworden om die nauwelijks meetbare impulsen te versterken. En daar is de versterker voor. En daarom zit je hoofd met draden aan vast. Ja. Dus nou kun je schoteltjes door de werkplaats laten vliegen? Ja, in principe. En gewoon door ze dus versterkt heen en weer te denken? Ja. Alles is af, alles gecontroleerd. Ja, maar waarom dan juist een schoteltje? Waarom probeer je het samurai-zwaard niet? Dat is toch veel spannender? Ik neem liever een zwaard dan een schoteltje. Nee. Ik ben niet bijgelovig. Ik werk exact. Telekinese is ook terug te voeren op natuurkundige verschijnselen. Maar dat zwaard is gevaarlijk. Omdat het scherp is soms? Dat niet alleen. Het is een wapen. En wapens hebben een vreemd soort aantrekkingskracht. Wapens lokken iemand uit tot het gebruik ervan. Ik bewaar het zwaard eigenlijk alleen om dat nog eens te onderzoeken. Dat kind dat lokt ook uit. Ja. Soms is het wel even hinderlijk, maar... Zie je wel, pap, ik heb het gezegd. Maar het is onbelangrijk, het gaat om het probleem. Mijn berekeningen kloppen en ondanks de nieuwe dektors die ik vanmorgen aan mijn dektorband heb geschoven, werkt de versterker niet. Zal ik je helpen? Nee, dank je. Aan die berekeningen ben je nog lang niet toe. Ik kan toch wat anders doen? En kinderen mogen niet zoveel dektors aan hun band. Als ik maar wat concentreren kon. We hebben op school hebben we pas dektors gehad van die juf. Ja, David, dat is leuk, hè, zo'n eerste keer. Het was helemaal niet de eerste keer, maar we leerden schoonmaken. Als een dektor een beetje vet is of er zitten stofjes tussen, dan werkt die niet. Als je dan een dektor hebt om te timmeren, dan ga je ineens oliebollen bakken ze de juf. David, ja. Wacht eens. Pak eens aan. Mm-hmm. Je hoofdband, altijd zit je haar ertussen.
als ik ze nou onder de lamp hou. Zijn ze vies, papa? Ja, ja, je hebt gelijk. Die detectors uit Utrecht die ik gisteren pas had aangekregen, oh, die zijn minstens een halve eeuw niet gebruikt. Moet je eens even kijken, zeg, daar zit een korst vuil op. Ja. Dat had ik natuurlijk moeten controleren, maar ja, wie denkt daar nou... Zie je wat ik je kan helpen? Ik kan best in de werkplaats blijven, hè? Nee, nee, David, deze serie proeven moet ik alleen doen. Ja. Als het werkt, roep ik je straks. Dan zie ik de schoteltjes door de lucht vliegen, ja? Dan ben ik de allereerste, hè? Ik had nog gedacht... Nee, ik wil de eerste zijn, papa. Goed, goed. Zou je schoteltjes van de ene planeet naar de andere kunnen denken? Van Ganymedes naar Pluto? In principe is dat zeker niet uitgesloten. En daarom moet je dus ook geen zwaard over denken. Zitten de mensen op Mars te ontbijten met een gebakken eitje en dan steekt er ineens een zwaard door een tafel? Ja, of door iemand heen. Wapens zijn niet te vertrouwen, net zo min als mensen die wapens dragen. Ja, David, je kunt wel helpen. Waarmee dan? Nou, de baby blijft huilen. Ik vroeg me af of jij niet even naar Eileen zou kunnen gaan. Nee, dat doe ik niet. Nou, het is natuurlijk onaangenaam naar wat er gisteravond gebeurd is, dat besef ik wel. Ik wil het niet meer zien. Ja, het is ook niet zo belangrijk. Als jij nou een uurtje iets anders gaat doen, hè? Spelen of lezen... Je roept me, hè? Ik mag de eerste zijn. Ja, ja, ik zie je straks. Zo, dat is dan dat. De stommiteit om met een vuile dector te werken. De uiterste stommiteit. Ja, nou ja, kom. Niet met mijn Yukio Kurizawa. En je niet ergeren. Je hebt het zo gewild. Concentreer je. Je hebt een ochtend vergooid, maar er is verder niets aan de hand. Breng de proefopstelling rustig terug op stand 0. Ja, regelweerstand terug. Spanning 0. Deze notities zijn waardeloos uiteraard, die kunnen weg. Blijf je voor die deur hangen? Ja, mijn vader roept me straks. Hij wil me bij de hand hebben. Ik ben de allereerste en de allerenigste die zijn uitvinding mag zien. Waarom mocht je er niet bij blijven? Nou, hij heeft de eerste proef een fout gedaan en toen heb ik hem zijn vergissing aangewezen. Nou doet hij de beginproeven over. Dat duurt vast nog een tijd. Maar hij moet me kunnen roepen als er weer wat misgaat. Hij schiet huis wel op als hij maar niet zo last had van dat krijskind van jullie. Mijn moeder vond het heel naar van gisteravond. Ik vond het een trutstreek, maar dat mocht ik niet zeggen. Je vond het een trutstreek? Ja, eigenlijk moet je naar mijn moeder gaan, vind ik. Nou, ik schuld je toch ook niet uit als je met iemand ruzie maakt? Wel als ik je moeder uitscheld. Hou je kop over mijn moeder. Mijn moeder heeft gehuild. Ze vindt het erg dat je het niet aardig vindt. Jij bent het eerste kind in 197 jaar. Ik ben dat kind niet. Laat ze maar op de krijsbaby letten. Waarom ga je niet goed maken? Nee. Dat durf je niet. Laat ze maar soep koken van die huilenbalken. Nee, die kan mee. En je durft toch niet. Ik moet op mijn vader wachten. Hé, hey, weet je dat hij in de encyclopedie staat? Ik zal hem pakken. Mijn moeder staat niet in de encyclopedie. Nee, maar zij krijgen ook alleen maar kinderen, 200 jaar lang. Nou, dat vindt ze leuk. Maar je komt toch niet in de encyclopedie omdat je kinderen leuk vindt? Waarom eigenlijk niet? Hier het boek, hier. Dus ik sta, ik weet niet hoeveel namen in en iedereen heeft maar een klein stukje, zie je. Je zou juist in de encyclopedie moeten als je plezier weet te maken hebt. Als je elke kans tot pret uitbuit, iedere ring weer. Als voorbeeld. Hier, kijk eens. Mijn vader heeft een heel groot stuk, zie je wel. Kurisawa, Yukio. Kurisawa, Yukio. Natuurkundige. Geboren 2000, aarde, Azië, Japan, Tokio. Studeerde in Osaka en Utrecht. Doseerde aan de Harvard Universiteit van 2027 tot 2037. Raakte in die tijd sterk onder de invloed van de neomechanistische ideeën van zijn collega O'Donoghue. Als lid van de planetaire werkgroep Fysische Energie formuleerde hij enkele elementaire uitgangspunten met betrekking tot de constructie van kunstzonnen. Was betrokken bij zowel de experimentele projecten A en R3 in de asteroïdengordel als bij de eerste praktische toepassing. De bouw van de kunstzonnemantel rond Ganymedes. Vervolgens verrichtte hij goed werk voor het interplanetair neurofysiologisch collectief van 2138, dat zulke verstrekkende gevolgen had voor de verdere ontwikkeling van de dector. Gedurende zijn beide laatste ringen op Callisto en zijn huidige op Ganymedes houdt hij zich verre van het werk van interdisciplinaire groepsprojecten. Hij schijnt vooruitgang te boeken op enkele tot nu toe tot de parapsychologie gerekende gebieden. Al met al een vruchtbaar genie, hoewel de eerder genoemde professor O'Donoghue zich tijdens zijn inaugurele reden tot de Universiteit van Pluto terecht de vraag stelde of deze als een vluchte kenschets in metafysische beschouwingen en teruggetrokken levenswijze nog wel enige belofte voor de toekomst inhouden. De proefopstelling gecontroleerd is gelijk aan die van de voorgaande nulfase.
het te transporteren object nogmaals gebogen. Als ik deze en deze weerstand openschuif, mag theoretisch nog geen portatie waar te nemen vallen. Tja. Het leidt toch wel af. Ik wil die dragen vloeren ergens anders te leggen. Wat was ik nou ook weer? Oh ja, weerstand A. Oh, dat kind dat huilt weer. Ik heb geen zin meer in de encyclopedie. Hey, zullen we niet de televisie kijken? Nou, er is nou toch geen film? Nee, er is journaal. Oh, journaal. Dat is toch ook interessant? Het is goed om te weten wat er in het zonnestelsel gebeurt. Ja, zegt de juf. Ik lijk niet op die trut, hoor. Ik vergeet nooit wat. Het journaal kan leuk zijn, als het er een grote fik is of een spannend ongeluk. Ik wil hier zitten. Het is onze kamer van mijn vader en mij. Nou, schuif daarnaast me. Zodat met de ingebruikname van de nieuwste megadestillateurs uit Tripoli ook het laatste deel van de Sahara intensief gevloeid kan worden. En nu wachten we even op onze correspondent op Mars. Zie je wat het vervelend is? Stil nou. Mars, 8 juni 2177. Vandaag werd Mars opnieuw opgeschrikt door de ontvoering van een zakenman. De 7e ontvoering in de reeks van de laatste maanden. De groep van het Rode Plateau, de bende die ook verantwoordelijk was voor de vorige ontvoeringen, heeft inmiddels een losgeld geëist. Over de hoogte van het losgeld willen de autoriteiten geen mededelingen verstrekken. Volgens Sergslieden betreft het echter een bedrag tussen de 3 en 4 miljoen. 3, 4 miljoen? De gebruikersactie was opnieuw dezelfde. Luister. De overval vond plaats vlak bij de inrit van de buiten de stad gelegen ruimtehaven. Hier ziet u de tot stilstand gebrachte bus met de vernietigde motor. Inspecteur Boersma hier naast me is bereid enkele vragen te beantwoorden. Meneer Boersma, namen de ontvoerders geen onverantwoordelijk groot risico door de motor van de havenbus in brand te schieten? Dat kun je niet zo zien. De motor zweeft als zelfstandige eenheid voor het eigenlijke passagiersvoertuig uit. Daarom is concentratie op de motor vanuit de ontvoerdersstandpunt gezien het meest voor de hand liggend. Naar ik heb begrepen heeft de Marsregering nog niet tot bewaking van ruimtehavens en ruimtebussen besloten. Zou het met het oog op de gebeurtenissen niet logisch zijn? Waarom zit je de televisie af? Maar we kunnen het veel beter spelen. Waren we samen op reis, dan was jij mijn moeder en dan waren we samen op reis. En dan moesten we een tussenlanding maken op Mars. Ik wil je moeder niet zien. Kom toch best, het is net uit de verjonging. En jij droeg nooit bij groene Ganymedes. Je had een bosje gras in je hand en zaten we in de bus. Zaten we naast elkaar. En plotseling wordt de motor in brand geschoten. Ja, hoi! Ja. David! Scherpe scherven vlogen door de lucht en er was allemaal rook op de bus. Hé hey, David, ik kan de stem van je moeder niet. We zaten allemaal te kuchen en te hoesten en jij wilde eigenlijk toch een slokje groene Ganymedes, mama. David, ik vind het naar. Maar ineens was de bus door ontvoerders omsingeld en die trok ons naar buiten. En dan eigenlijk wilden ze alleen maar jou meenemen en letten ze niet op. Ze wisten niet dat ik het zwaard van mijn vader had meegenomen. Het samurai zwaard. Het zwaard van Japanse ridders. Nee, je mag niet met het zwaard spelen. Laat hangen, David. En die zei, ik drie tegen aan en ik sloeg om me heen met het zwaard en ik sloeg een hoofd af. En toen ineens nog twee hoofden tegelijk en die vloog over de verbrande motor heen en we stonden in een bloedfontein. Oh, David, je doet geen zin, we gaan op. David, stop, leg hier dat zwaard. Kan ik nog geen moment rustig werken? Je weet dat ik met mijn laatste proeven bezig ben en jij begint hier keten schoppen te spelen met een wapen waar ik je uitdrukkelijk verboden heb aan te komen. Waar ik je notabene vanmiddag het gevaar nog van heb uitgelegd. Van mij heb je wel last, hè? Maar als dat krijskind er eens door ligt te janken, dan kan het je niet schelen. Ik heb het niet over dat irriterende gehuil, ik heb het over jou en over jouw onverantwoordelijk gedrag. Dan je krijgt je rust al, ik ben al weg. David, houd dat zwaard terug. Kooi je met het zwaard. Ik ga wel achter me. Oh ja, Manja, ja, wil je dat, Manja? Ik moet het eigenlijk zelf doen, maar ik ben juist bezig met mijn laatste serie. Welke gang is nou ingelopen? Zou je naar de pony zijn gegaan? Of naar de grote eetzaal? Hé, Boris! Boris, heb jij David gezien? Ja, die kwam net langs me schichten. Had een vergroot soort broodmes bij zich. Zeg, was dat speelgoed? Nee, hij heeft het zwaard van zijn vader gepikt. Ik moet hem vinden. Het schoteltje is verschoven. Dat kan eigenlijk niet. De telekinetische versterker stond nauwelijks open. Niet meer dan een percentage van stand 1. En bovendien was ik niet geconcentreerd. Ach, terwijl dat gaat donder is de oorzaak niet meer na te gaan. Misschien botste ik er net wel tegenaan. Nou ja, het proefrapport kan weg. Dektorband, dektors in orde. Ik moet wachten tot het minder wordt, anders kan ik me niet concentreren.
scheld ook. Bemoei ziek, hè? Als ik niet achter je aan was gegaan, dan had je je vader achter je aangekregen. Die was al razend door dat idiote gedoe van jou. Ik speel met het zwaard als ik er zin in heb. Geef het nou aan mij. Nee, ik hou het. Dan hang ik het terug, David. Dan hoef je vader het niet te zien. Verdomme toch op. Je bent gek, hoor. Het is echt je vader. Ik ging mooi die krijsbeven van jullie een stuk hakken. Allemaal kleine mootjes. Dan gilde die niet meer. Dan had niemand meer last van hem. Rotzak. En die stukjes vlees die nam ik dan lekker mee in mijn tas op mijn pony. En dan ging ik fijn barbecuen en dan ergens buiten. En iedereen die op die lekkere lucht afkwam, die mocht dan mee eten. Want dan vierde we dat het geheel lekker was afgelopen. Je bent een rotzak. Ik wil nooit meer met je spelen. Ik heb je niet nodig. Ik heb niemand nodig. Ik wil alleen mijn moeder maar. En niet al die trutten. Niet al die bemoeizieke stinktrutten. Waarom probeer ik de versterker niet meteen op volle kracht? Het is tegen het proefverloop natuurlijk. Het is wezenlijk onwetenschappelijk. Maar ik heb de reeks vandaag zo vaak onderbroken. Als ik nou eens even van de rust van het moment gebruik maak. Het is verdomme de eerste keer dat de praktische toepasbaarheid van telekinese wordt bewezen. Ik kan de proefreeks altijd stap voor stap overdoen. Ach ja, wat maakt het uit? Ja, versterker open. Weerstanden. Knop aan rechts. Wacht maar, schoteltje. Direct flitsje naar links, sneller dan de proefcamera het kan opnemen. Moet mezelf niet afleiden. Concentreren. Schotel, je gaat van rechts naar links. Schotel, ik denk je van rechts naar links. Ja, dat is de goede concentratie. Schotel, ik denk je van rechts naar links. Ik verbind mezelf met de versterker. Zie, dat kind weer. Waar is er op met je gejank? Gelukkig, hij houdt op. Kalm. Denk aan niets. We beginnen opnieuw. Ja, schotel, je gaat van rechts naar links. Schotel, ik denk je van rechts naar links. Nee, een defect. Kapot, dat zal je altijd zien. Nou, ik heb het wel vandaag. Repareren maar. Knop naar links, weerstanden terug. Dektorband af. Au, die rotharen die er altijd tussen komen. Ah, nou mag dat kind voor mijn petjanken. De eerste uur heb ik werk genoeg, maar nou houdt hij zijn bek natuurlijk. Ik wil niemand zien. Niemand. Harder. Ik wil niemand zien. Harder. Heb je hem niet gevonden? Oh, daar hoef je toch niet om te huilen. We kregen ruzie, het is een rotzak. Wel, meid, bijt maar flink van je af. Dat je trouwens wel toevertrouwd, dacht ik. Weet je wat hij zei? Nou, nee, ik zat niet bij jullie onder tafel. Laat hem maar. Nou, vertel op, wat zei hij? Ben jij het ook kwijt? Nee, hij is een rotzak, maar ik ben geen vergaatste. Als ik het had geweten, Yukio, had ik Floris meteen opgepakt. Maar Robert wilde me erbij hebben, nou de eitjes van zijn parkiet uitkwamen. Ik weet niet wat ik met David aan moet. Ach, je weet wat er met hem aan de hand is. Je moet hem de tijd geven. Hij is niet te hanteren, je moet me helpen. Ik? Iedereen, Yukio, maar ik niet. Je hebt hem gisteravond meegemaakt. Hij zet zich juist tegen mij af. Hij moet iets aanvoelen. Als ik het idee krijg dat ik me aan hem opdring, is alles verloren. Je moet hem zelf meer aandacht geven. Dat heb ik gedaan vanmorgen. Hij kwam bij me binnenlopen. Ik heb niet eens gezegd dat hij me in mijn werk had kunnen storen. Hmm? Ik heb met hem gepraat, maar dat kan ik niet blijven doen. Mijn werk is in zijn eindfase. Het is onmogelijk om er nu mee te stoppen. Als de baby me niet gestoord had, was het belangrijkste al afgerond. Die tandjes gaan over, Yukio. Ze zijn al bijna door. Het is de tweede ring dat ik me op telekinese concentreer. Ik heb die laatste paar dagen hard nodig. Ik zal de andere mensen in de koepel opjutten om op David te letten. Er moet gauw iets gebeuren. Hij is zo overstuur. Hmm? De manier waarop hij vanmorgen over de baby praatte. Gisteren trouwens ook al. Hij dwingt me gewoon last van Floris te hebben. Het is werkelijk angstig. En nou had je ook nog last van hem. Vanmiddag, ja. Ik neem hem op en geef hem gouden borst. Dan is hij weer uren uitgeteld. Hij slaapt anders wel. Kom eens. Yukio! Wat is het? Floris ligt niet in zijn bedje. Zou een van je kinderen met hem uit rijden zijn? Ik weet het niet. Robert was totaal in beslag genomen door zijn parkieten. En Azumé zat erbij. Hoe zou Manja met het kind zijn gaan wandelen? Vervelend, dat hoort ze te zeggen. Gauw! Wat heb je? Ik moet Manja vinden. Manja! Hé, hey David, ben je terug? Zit niet met je kiezen te kraken, dan krijg je het zuur van. Of een knieshoofd, dat is nog erg. Zeg, Manja zoek je. David, je moet je pony nog verzorgen.
loopt zomaar weg. Kan ook zijn draai niet vinden. Hij is meer een draaitol over zijn toeren. Nou, beest, dan zal ik je maar aftuigen. Kalm, kalm, rustig met die oren. Laat je ogen niet rollen, zeg geen knikkers. Wat zie je hier? Wat zie je daar? Ik hamer het goede humeur er wel weer in. Nou, nou, wat ben jij nat. Wat een zweet. Heeft dat jochje zo opgejut? Gek. Dat is geen zweet. Het is rood. Het is bloed. Manja, vertel je me echt de waarheid? Je bent niet met Floris gaan wandelen? Nee. Ik vond David, maar hij maakte zo'n rottige ruzie en daarom liep ik weg. Maar jij had gezegd dat hij verwend moest worden. Ja. Die zit dan een rotzak. Toen ben ik hem toch weer gaan zoeken. Je hebt hem niet gezien? Ik ben overal geweest. David zal toch niet... Nee, jij zal zeker niet met Floris zijn gaan wandelen. Hij hield maar vol dat ik last van de baby had. Hij wilde niet aan jou vragen. Dat durfde hij niet naar gisteravond. Oh god. Wat is er? Hij had het zwaard bij zich. Ik had hem in de werkplaats moeten houden. Ik had aandacht voor hem moeten hebben. Yukio. Manja, wat zei David tegen jou? Nee, niks meer. Yukio, David is niet gek. Manja, wat zei hij? Dat mag ik niet zeggen. Ben immers geen verraadster. Het gaat nou om Floris. Yukio. Yukio. Floris heeft het. Yukio, ik vond dit samurai ding van je buiten de koepel. Onder het bloed met een pony. En die jongen van je rende jankend weg. Ik ga naar David zijn kamer. Doe open. David, maak open. Die man. Iedereen zit in de zenuwen. Nee, ik wil niet. Ik kom op hem open. David, ik speel echt nooit meer met je, hoor. Maar... David. Stil, Kiel. Hij lukt het. Doe nou open, David. Oh. Ja, gelukkig heb ik het open. Dat is tenminste iets. David. Marja. Het was voor mij alleen. Oh. Hij zit onder het bloed. David, wat is er gebeurd? Sorry, allemaal. Je laat me niet in mijn kamer. Oh. Nee, Marja. Laat je handen zien. Druipt eraf. Nee, David. Nee, het is niet waar. Open. Oh, je doet me pijn. Wat is er gebeurd? David, laat zien. Vraag het nou gewoon. Ik heb me zo diep gesneden. Hè? Ik zat op een pony en toen wilde ik het zwaard in mijn andere hand nemen. Toen pakte ik in scherpe naam bloed niet op, had mijn bloemen. En mijn moeder was er niet om een verbandje op te doen. Godzijdank. Het is mijn Jaap. Een Jaap met pet op en pijp in de mond. Alleen een snee. Als het bot maar niet geraakt is. Ik wil weten waar Floris is. Algemene noodtoestand. Algemene noodtoestand. Iedereen in de koepel, kantoor, huis, school of fabriek dient zich zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde dieventelevisietoestand te begeven. Herhaal. Nou zal de gras uit mijn neus groeien. Dat is planeetalarm. Planeetalarm. Naar de eetzaal. Naar de eetzaal. Kantoor, huis, school of fabriek dient zich zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde dieventelevisietoestand te begeven. Gezien de duizenden meldingen die binnenkomen, heeft de onbegrijpelijke klacht de vorm van een epidemie aangenomen. Op ongekende schaal blijkt een baby's over geheel Ganymedes van plaats gewisseld. In enkele gevallen is men erin geslaagd de koepel van herkomst van de plotseling opgelopen baby's te lokaliseren. In andere gevallen... Wat is dat toch gebeurd? Baby's over heel Ganymedes verdwenen? Omtrent te iedereen... Nou, van die andere kinderen in het wiegjes. Terwijl men die meting volkomen onzeker. En dan toch? In het wiegje van Floris lag geen ander kind. Het kan niet. Zo ver kan het zich niet uitstrekken. Yukio! Het is niet sterk genoeg. Kijk, papa, maar jij hebt mijn hand verbonden. Yukio, waar is Floris? Het is mijn schuld. Waar is Floris? De meldingen die binnenkomen tot een epidemie is uitgegroeid. Op ongekende schaal blijkt een baby zo geheel Ganymedes van plaats verwisselen. Het is mijn schuld! Dit was het tweede deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Fesi Jarone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Wijnands. Eileen door Corrie van der Linden. En Manja door Gerry Mantel. Davids moeder was Elisabeth Versluis. Boeris Hans Hoekman. De kinderen waren Maria Lindes, Paula Major en Donald de Marcas. Inspecteur Boersma werd gespeeld door Kees van Ooyen en de tv-omroepster door Willy Bril. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Buurde, technische realisatie Jan Bosboom, Weer Gertenbach
Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leupland.